Iedereen weg hier, iedereen weg. Kom, hup. Laat dat wapen vallen. Wapen bergen. Vriend! Waarom heb je in de brand verschijnen? Stop, 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 stop. Nee, je gaat niet stoppen. Spoedassistentie hier, 2 eenheden erbij alsjeblieft. Goed dat je nog een motor... Oh, hij rent tegen een paal aan, wat een falaas. Oh. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD4 en more. Staat mijn microfoon aan? Ja, zeker. Altijd even controleren, dat is wel handig. Ja, vandaag gaan we op pad met de Audi A6. Niet zo heel lang, of ja, eigenlijk de laatste video voordat ik even een break nam, was dan met de A6. En ja, daarna is de B-klasse, daar is een heleboel weer gekomen. Maar in ieder geval weer vandaag dus met de A6. En ik zei in de eerste video na mijn terugkomst, ik doe het altijd even tussen aanhalingstekens terugkomst, was dus met de B-klasse, waarin ik zei van hey, die Audi A6 die moet die sneeuw wel aankunnen door dat hele quattro systeem en zo. En in mijn vorige video zag je eigenlijk hoe ik, als ik gas gaf, dat ik gewoon wegslipte. Maar oprecht, deze hele Audi, joh, die rijdt gewoon heerlijk. Oh ja, ja, nou dan moet ik niet voor ongelukken natuurlijk. Die rijdt gewoon heerlijk in deze sneeuw, dat is echt bizar. Als ik nu de gas los en ik gas geef, ik slip niet weg, ik kan gewoon, en ik heb nog niks veranderd. Ja, dat is gewoon heerlijk. We gaan inmiddels meteen naar een overval om de hoek. Oh, dat was niet helemaal lekker. Ja, natuurlijk, dat is een beetje wel of ja, natuurlijk, het GTA verkeer is een nadeel en het remmen, dan glij je wel nog heel makkelijk door. Nadeel. We zijn het te plaatsen. Wacht even. Units reporting a homicide in Morningwood. Gunshots reported. Oké, mogelijk is hij al ontsnapt. Want we hebben dus om de hoek iemand die loopt hier met een vuurwapen meteen rond. Ik moet even snel. Mijn stuur is niet helemaal lekker. Nou, dit is al beter dan ja, zie je, die gaat meteen schieten. Iedereen weg hier, iedereen weg. Kom, hup. Laat dat wapen vallen. Stop, police. Ja, ik kan niet beginnen te schieten, want die rode auto staat daar. Laat dat wapen vallen, politie. Laat vallen, police. Laat vallen. Laat de... die was... Laat... Jongens, gebied veilig stellen. Wapen bergen. Vriend! Oprecht, hè? Met je kut Audi. Jongen, jongen, jongen. Potnonnesje, man. Verdachte aangehouden. Hij heeft wel op mij geschoten. Ik ben ook wel geraakt. Maar waarschijnlijk in het vest. Dus ik kom alleen maar goed uit. Oprecht, ben jij dronken of zo? Goedendag. Wat is allemaal met jou aan de hand, joh? Ben je wel helemaal lekker? Ook met je open dak, het is zeg maar heel koud. Heb je iets gedronken? Nou, dat kan me niet echt herinneren, zegt hij. Okay, heb je drugs gehad? Nee, waarom? Goed. Dat gaan we even onderzoeken, dus ik ga even laten blazen. En daarbij meteen ook nog een speekseltest afnemen. Oké, okay, speekseltest. Ja, rijd maar tegenaan mensen, tuurlijk, tuurlijk. Goed, je mag uitstappen, jij bent aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. Jongens, ik word helemaal gek van dit verkeer. Aangehouden voor rijden onder invloed, wat ik zei, van alcohol. Ik ben niet te antwoorden verplicht, je hebt recht op een advocaat, ik heb een AK vast. Ik ga je fouilleren.
voor jou en mijn veiligheid. Voor de container aangescheurd. Let op. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Oké, okay, dat ging niet helemaal lekker. Ik moet opnieuw een transportje aanvragen. Transportje deze kant. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in ja, voertuig gaat met ons maar. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Wow! Just get back. Is iedereen nou gewoon eens doorrijdt? Hè? Komen we alweer een stuk verder. Nee, maar kijk nou, je ziet het gebeuren, je ziet het gebeuren, je ziet het gebeuren. Ik laat hem eens. Kijk eens, dat is niet je auto, kameraad. Ja, nu knalt erop omdat die rem het nog steeds niet doet. Ik ga die... Oh, ik heb shift gedrukt geloof ik. Of heb ik verkeerd aan de kant gezet. Jullie moeten maar zeggen als dit allemaal aan mij ligt, maar ik begin me een beetje heel erg te ergeren aan alles hier. Uitstappen. Als ik kom vloer had ik je bezig gevloerd. Je bent aangehouden voor diefstal van een voertuig heterdaad. Je bent, ik heb nog nooit iemand zo dom gezien als jij dat je gaat doen waar inmiddels twee agenten voor je neus stonden. Jij gaat met ons mee. Heb je dingen bij die je niet bij mag hebben? Shaved keys. Geschoren sleutels. Oké, dat lijkt me niet echt een misdaad. Of... Ja, er zal wel een collega vraagt achter zitten. De eigenaar van het voertuig zie ik er achter niemand staan. Dat betekent dat ik het voertuig laat afslepen tot zij... Zij in dit geval en hij, want het waren twee mensen, hem kunnen gaan ophalen, komen ophalen op het politiebureau. Dan ga ik me weer lekker omkleden naar VP Sneeuw. Heb ik in ieder geval handschoentjes aan en een mutsje op. Ik kan geloof ik ook die kofferbak openmaken. Hè? Oh nee, wat doe ik? Daar ga ik eens. Oh, ik heb hier. Rijdt alsjeblieft prio 1. Prio 1. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Oké, onderweg hoor, de 12-lijn. We hebben een melding van een verdacht naar een verward persoon. En waarom ik hem aanneem is natuurlijk omdat ik om de hoek ben. En ook omdat hij in de buurt van de snelweg loopt. En verwarde mensen op de snelweg wil je helemaal niet hebben. Dus dat proberen we te voorkomen. Deze mevrouw ziet mij niet. Dan gaan we in een ruime bocht langs. Nou, wacht even. Steeds, ik wilde achter die vrouw aangaan die begon te rennen. Vuurwapen! Ik druk de noodknop in zodat ik operatief verkeer heb en inmiddels BTV. Handen omhoog, wapen laten vallen. Hey. Wapen laten vallen en handen omhoog. Stoppen. Stil blijven staan. Paal. Laat dat laat vallen. Meneer, loop nou niet. Hey. Laat dat wapen vallen en doe je handen omhoog. Heel goed. Bericht voor alle wagens. Op knieën.
Welke verdachte bij je wordt geschoten? Wapen veilig gesteld. Je bent aangehouden. Je bent niet te antwoord verplicht. You're under arrest, you piece of crap. En je lijkt me een beetje onderkoeld. Heb je nog meer dingen bij die je niet bij mag hebben? Wapens. Je zal in een psychiatrische inrichting horen. En ja. Dat is goed. Oké. Transport moet snel hier komen. Transport moet snel hier komen. Transport is er. Inmiddels is de verdachte bijna meegenomen. Krijgen wij een nieuwe melding van een collega die is neergeschoten om de hoek. Of in ieder geval neer is. Officer down. Zulu vliegt er boven, dus die zouden we moeten zien. Zulu vliegt hier rechts boven. Dan zou de verdachte hier op mij af moeten komen. Oeh. Staan blijven. I'm gonna screw you up real good. Staan blijven. Handen omhoog. Staan blijven. Kom op. De collega ligt hier namelijk ook nog neer. LSPD, don't make me shoot you. Staan blijven of het gaat geschoten worden. Wow, kan niet meer richten joh. Wat is dit? Daar loopt nog een vrouw, dat is niet veilig. Nee, er loopt nog een vrouw. Staan. Ja maar. Ja maar Jezus. Stoppen nu. Omhoog. Met die handen en op je knieën. Ja. Liggen. Ook goed. Lekker in de sneeuw. Ik ben aangehouden. Piece of crap. Meekomen. That's crazy. Wow. Wow. En hij crasht. Oh, lekker driften. Even kijken voor de mensen die al wel mee hadden gekregen. Ja. Een ambulance vraagt onze assistentie bij een bij een transport richting hospitaal. Dus oftewel een VTB, verkeerstechnische begeleiding. Ja, we staan in de koppeling met de meldkam. Waarom heb je in de brandweerzijde? Stop. Nee, je gaat niet stoppen. Direct follow, inderdaad. Dat was toen zo'n gezeik. Nee, nu blijf ik staan ook. Oh, er rijdt nog iemand over. Oh, daar ga ik ook. Nieuwe sirene. Brandweersirene. Kruispunt afgezet. En rijden. Rechts aanhouden, de rechterbaan aanhouden, vrachtwagen rechts, het kruispunt staat stil en gassen. Ja. Even kijken voordat we verkeerd gaan rijden. We moeten, je kunt hem boven en onder droppen. In dit geval moeten we hem onder droppen. Oké, duidelijk. Let's go. Kruispunt lijkt stil te staan. Ambu volgt. Vrachtwagen gaat ons problemen opleveren. Ik ga wat vooruit rijden. Verkeer vrijmaken. We gaan door het midden, door het midden. Witte auto blijft netjes staan. En we gaan rechtsaf, of rechts rijden voor linksaf te gaan. Linksaf. Kruispunt staat stil. En gas.
rechts werd de auto gespot, die stopt. De grijze auto stopt ook. Ja, kruispunt vrij, jullie pakken paaltjes mee, heel goed. En door. Kijk eens, hier ligt dan weer geen sneeuw, dat is wel tof gemaakt. Daar is dus wel echt moeite in gestoken. Je zou denken van ja, je doet gewoon de texture of zo van de straten aanpassen. Maar ze hebben dus echt gewoon, waar geen sneeuw kan komen, ligt geen sneeuw. Kruispunt vrij, groen licht hadden we ook. Sirenes gaan eraf, op bestemming, einde VTP. Radioverkeer kan weer open, of dicht zeg maar. Want we hadden open radioverkeer. Thanks voor de escort, Pieter Schön, hoi hoi. Eigenlijk, op het bordje wat nu rood wordt, politie staat daar dan, politie, moet eigenlijk ambulance volgen, of ambulance volgt staan. En dat is wel een coole future. Dit is de laatste maal ik ben aan hem. Een coole future van alle Volvo's en Audi's. Het is namelijk zo, zou het hier dan ook niet glad zijn? Nee, helemaal niet zelfs. Het is namelijk zo dat als jij dan wordt ingehaald als een Audi die vaak echt flink rechtop vooruit rijdt. Blauw gaat aan, game hangt vast, blauw gaat uit en alles weer goed. Kan het zomaar zijn dat je denkt, oh dan kan ik nu maar naar links gaan. Maar dan staat dan op dat bordje ambulance volgt. En dan denk je van, ambulance volgt. En dan zie je in je spiegel een ambulance komen. Dat is wel handig. Dominator, dat is deze. Het zijn drugsrunners. Ik heb geen wapens in het spel. Ze pakken een keurige plek om te stoppen. Niemand heeft verder last van ons. Wapen wel een beetje op het holster. Goedendag. Mag je allemaal uitstappen? What the fuck jij nou in? Dat is het deze, dat is het deze, dat is het deze, dat is het deze. Daar heb ik geen zin in, hè? Hij pakt een taser. Gaan we niet doen, hè, maat? Stoppen. Uitstappen. Beide. Uitstappen. Oké, heel magazijn inmiddels op die auto leeggeschoten en we gaan door. Het is al niet makkelijk rijden. Maar nu heeft hij ook nog een kapotte band. Dus gaat helemaal niet makkelijk zijn. Oké, okay. Inderdaad, niet makkelijk. Nu is het klaar. Stoppen. Handen omhoog. Ik wil niet bij hem in de buurt komen, want dan kan niet deze worden ingezet. Stoppen, liggen. Ja, oei, die gasten snel. Ja, oké, okay, ik ga voor hem uit. Ja, maar jij rijdt gewoon achter mij aan. En hij staat hier te wachten. Spoedassistentie hier, twee eenheden erbij alsjeblieft. De ene rent weg, de andere... Ja, maar nu ga je stoppen, vrouw. Ik ga... Vrouw is een irritant, joh. Ja, maar... Is het nu duidelijk? In deze video zaten heel veel ergernissen. Stop whatever the hell you're doing! En die andere gast is flink weg. Transportje voor deze vrouw op knieën. Eén collega vraagt om een assistentie. Ver is die andere gast. Ah, die rent daarachter joh. Zie ze rennen dan. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Collega's, gaan jullie Audi pakken voordat jullie... Want ze rennen niet meer achter hem aan. Hopelijk zitten de sleutels er nog in. Ja hoor. Sirene gaan ook meteen lekker aan. Inmiddels de Audi dus van... Oh, en we vliegen. Inmiddels de Audi van de collega's gepakt. Om de verdachte te kunnen pakken. Want die rent hier inmiddels. Die
scootertje. Nog een motor. Oh, hij rent tegen een paal aan. Wat een falaas. Oh. Stoppen. Stoppen. Tegen wordt ook op jou gebruikt. Ook al heb je zelf een taser. Kun je voelen hoe dat voelt. Ja. Het liggen. En aangehouden. Ja, ik heb drugs gevonden. Of gezien. En ik weet precies waar. Dus die gaan we zo eens... Heb je een ding bij niet bij me gehad trouwens? Even hier, dat hebben we mevrouw niet gedaan. Bij jou vind ik waarschijnlijk een taser. Wat heeft hij in de auto gevonden? 12:05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Oké. Okay. Blijft hier staan. Daar is een transportbusje. De Audi brengen wij terug naar mijn geliefde collega's die inmiddels in de kou staan te wachten op mij. Okay. Ja, op de weg 0 ingedrukt. Nou, dan krijgen we nu één stuk hebben we gevonden. Normaal krijgen we dan ook nog te zien hoeveel we hebben gemist. Ja, er stond bij, is ook schuldig bevonden aan tasering. Dus het taseren van een agent. Maar hij had me niet geraakt. Hij heeft wel geprobeerd, of heeft me wel geraakt. Maar weet je, als je, ik denk als je je vest aan hebt, je steekvest, dan komt dat niet doorheen. Met nog een dikke jas eronder. Dus de bestuurder 10 jaar, de bijrijder 6 jaar en we hebben 2 dingen gemist. Dus ergens lagen nog 2 pakketjes op de grond. Goed, ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag bij de nieuwe video over 2 dagen of over een paar dagen, wie weet. Tot dan, doei!